Welkom Dutch Biblio's. Goedemorgen. De zon schijnt en we hebben er vandaag weer lekker zin in. Althans ik. En ik ben blij dat jullie er ook weer zijn. We gaan daar doos 066, oftewel doos 66, bekijken en openen. En zoals altijd zijn we benieuwd wat daarin zit. Zo, wat is die weer open? En ik zie het al, een heel mooi oranje boek. Oranje knipselboek van Richard Kahn. Kijk, er is ook aan de achterkant een knipseltje. Nou, dat zegt dat al, hè? Allemaal krantenknipsels over oranjes, hè? Dit is nog Wilhelmina met Beatrix, denk ik. Oh, nee, met Jultje. Kijk, dit is jullie met Bernie. Allemaal krantenknipsels. Dit is met Beatrix, denk ik. Wilhelmina. En die Hendrik, denk ik. Nou, is dat niet leuk? Een knipselboek met allemaal knipsels over het Koningshuis. Kijk. Een zoon voor Beatrix, een moeizame bevalling. En dit is Jultje zelf. Kijk eens aan. En dan, hey, kijk dan voor de kindertjes. De wereld van de kabouters. Even kijken, kijk eens aan. Het zijn mooie tekeningen. En wat verhaaltjes erbij. De dierenhulp. Hij gaat over het voederen van dieren in de winter vooral. En nou, is dat niet leuk? Bij de kabouters thuis. Nou, leuk boekje. Door wie gedaan? Vanaf 8 jaar, dus ik mag er ook in kijken. En het is, gebaseerd op een 26-delige televisieserie. Nou. Ik heb er nooit van gezien, maar leuk boekje hoor. Voor de kabouters, voor de kleintjes. Jaargetijden op schaal. Jaargetijden op schaal. Ja, dus gaat het over, dit gaat ook over eten maken, zo te zien. Dit zijn palmpaasjes. Broodjes, zie je nu. En dit is een lekkere zomersalade. En een citrus salade. Nou, een bakkookboek dus. Jaargetijden op schaal. En dan, nog in het cellofaan, zoals is hier nog nooit uitgepakt. Nee. Van Piepers tot pasta, recepten voor en door 3 generaties. Nou, dat is niet leuk, van Blibend, toen stonden ze 75 jaar. Maar ja, hij zit in het cellofaan, dus ik kan hem niet openmaken. Dan, langs de tuin van mijn vader, Doreen Portwiet. Nou, dat is een beroemd liedje van Wim Zonneveld. En Rien Portwiet heeft daar een hele serie mooie tekeningen en schilderijen van gemaakt. Echt een kunstenaar was het niet, maar hij heeft toch wel mooie dingen gemaakt. Een beetje Anton Pieck-achtig. Er zijn toch heel veel mensen die het wel fantastisch vinden. Markante figuur. Hij heeft ook mooie auto's meegelopen als lakei. Of livrei, heet het geloof ik. Of in ieder geval lakei. Maar de Gouden Koets. Hij heeft er ook boeken over gemaakt. Maar het is wel mooi gemaakt. Kijk, de slag bij Waterloo. Dat zal iets anders zijn dan waar ik het over heb. Oh kijk, wel, slag bij Waterloo. Nou, dat is weer uit 1781. Nou, het vliegt een beetje heen en weer. Maar mooi boek, langs het tuinpad van mijn vader. En dan hebben we hier een ander boek. En daar staat iets over de 7 provinciën. Ik kan het niet helemaal goed lezen. De vijverige klom. Vijverige atlas behorend nou, bij de 17 Nederlandse provinciën. Nou, kijk eens aan. Dus het is van vroeger. Het is de Nederlandse 7 provinciën. Zo groot was Nederland toen. Dan zie je nog dat stuk België en Luxemburg er nog bij hoort. En het zijn dus schijnbaar kaarten. Die gaan over de 7 provinciën. Dus de West-Friese. Dus Friesland, West-Friesland schijnbaar. Dus dat is Noord-Holland, hè, dit. Denk ik dan. Dit is Heer Hugo Waard. Dat, zie je mooi de streepjes en de verkaveling. Dit is Delftlanden en Schieland. Nou,
Leuk boekje. Voilà. Oh, kijk, kijk, kijk. Hier hebben we nog meer. De vijfrugige kolom. Wat is dit dan voor boekje? Het lijkt wel hetzelfde, alleen dan anders. Tot 30 euro. Kijk, oh, hier zitten de kaarten wat duidelijker in. Alleen maar kaarten, zo te zien. Zie je die? Leo Dienstenis, of zoiets. Nooit verhoord. Heb je dat al eens gehoord? Komt de Artois. Oh, dat is... dit is België allemaal, joh. Dit is Zeeland, Walcheren. Dat kan je wel goed herkennen. Nou. Dus ik heb twee soorten boekjes daarvan. Dan heb ik hier het, een boekje over het christelijk onderwijs in Ulrum. Ulrum is een dorp in Groningen. In de Marne. Nou, daar zit er wat... Kijk. Het gaat over het over Ulrum, dus. Nou. Mooi, mooi, mooi. Leuk, leuk, leuk. Als je iets voor Ulrum hebt. Dan de mensen onder in 1001 tekeningen. Kijk. Allemaal tekeningen over mensen. En hun gedrag. Ik denk ook Peter van Straten. Doe maar even een gok. Ik heb de naam nog niet gelezen. Maar het is, lijkt me wel Peter van Straten-achtig iets. Ja, nou, Peter. Die Peter. Ja, nou. Ja, Peter van Straten. Kort geleden overleden, Peter van Straten. Dan, IJsselboek over IJssel. Kijk, prachtige foto's over ijs en bevroren dingen. Nou, en dat is, dat herkennen we allemaal wel. Dat zijn allemaal mooie dingen. Een mooi fotoboek over IJssel. Dan twee boekjes van Peter van Straten. Hoezo oud en zijn we er al? En nog een boekje van Peter van Straten. Slippertjes. Allemaal cartoons. Allemaal cartoons. Dan, dan, dan. Bruintje Beer. De avonturen van Bruintje Beer. En nog de avonturen van Bruintje Beer. En nog een keer de avonturen van Bruintje Beer. Is dat niet leuk? Voor het voorlezen voor de kindjes. Ik ben er te oud voor. Oh! Versteende welvaart. Waarschijnlijk over het, zo te zien gaat het over, nou, een briefje. Over hoe Nederland is verbouwd, maar dan wel op een prachtige manier. Allemaal foto's van gebouwen in allerlei stijlen. Jugendstil zie ik vooral heel veel. Nou. Nog een boek van Peter van Straten. Weet mama hiervan. Nog een Bruintje Beer. Een hele serie. Nog een Peter van Straten. Hoe was de dag, schat? Ook hier weer allerlei tekeningen. Kijk. Aparte stijl altijd. Dicht bij huis van Jan Lichthart. Een verhaal voor de kleintjes. Met allemaal mooie tekeningetjes erbij. Over het boerenland zo te zien. En heb ik hier nog een boekje. Ot en Sien. Lijkt een beetje op hetzelfde. Wie kent Ot en Sien niet? Ook hier weer hetzelfde stijl. Leuke verhaaltjes. Tekeningetjes erbij. Enzovoort. ...84 bekende Nederlandse liedjes. Bakker en de kinderrijmen. Bakker en kinderrijmen over... ...ja, kinderrijmpjes dus. Nog meer tekeningboekjes. Zo te zien als er geen... ...bezoek is. Dat zijn dus geen kinderrijmen, het zijn gewoon gedichten. Over eenzaamheid lijkt me dat een beetje, als ik het zo zie, als er geen bezoek is.
Oude versies en oude printjes. Nou, piep, piep, piep. Dat is een muis. Ja, ik zie het wel, klein ding. Zeg wat ik moet doen in ons huisje. Oh, als jou de kat eens ving. Weet je wat ik zou raden? Naar huis enzovoort. Nou. Liedjes uit, versjes uit grootmoederstijd. Rijmpje uit grootmoederstijd. Geloven is geluk van mevrouw Densdorp. Zoals jullie zien, gedichten. Gouddraad uit Vlas. Ook weer een gedichtenbundel. Afrikaans tiental. En dan hebben we hier nog een hele doos. Nog meer op en zien, deel 2. Diktrom. Pim en Nien. De buurkinderen. Op en zien, deel 4. Dan hebben we deel 1 en 3 nog te gaan. Keukenwoordenboek van Paul Vagel. Familie Vagel. Beroemde restaurateur weer, familie. Dankbaarheid van de psalmen. Psalmen van aanbidding. Psalmen van vreugde. En psalmen van vertrouwen. Dan 2 emmertjes water halen. De rijmpjes en de versies. Zo kijken of er eentje bekende erbij zit. Vast wel. Ik kwam laatst in een poppenkraam waar al die mooie poppen staan. Ik zei, wat doen die poppen hier? Die poppen drinken poppenbier. Die poppen drinken poppenwijn. Wat zullen die poppen vrolijk zijn? Nou, is dat niet leuk. En dan als laatste in deze doos. Diktrom. 5 diktromboeken in 1. Nou, is dat niet leuk. Diktrom, dat is de meest bekende diktrom die achterover op de ezel zit. Dit was de doos 66. Dat hebben we gezien. Heel veel kinderboeken. En tja, mooi boek over ijzel, dat wel. En hebben we nog meer leuke dingen gezien? Nou, het is Peter van Straten. Dat vond ik wel leuk. Heel veel boekjes over Peter van Straten. Nou, dit was het voor vandaag. Bedankt weer voor het kijken. En graag weer tot de volgende keer. En vandaag lekker slapen.